broadcast your school. Wij zijn Anouk en Lieke van het Dominicus College. Wij zullen de verborgen charmes van Hees laten zien. Hees is een wijk in Nijmegen. Wij leiden u rond langs plekken in Hees die onze klasgenoten in beeld brengen. Wij zullen hulp krijgen van Jan Brouwer. Jan, waar staan we hier? Ja, we staan hier eigenlijk in het centrum van het oude dorpje Hees, op een kleine afstand van de stad. Hier gebeurde het eigenlijk. De kerk ligt hier, de school ligt daar nog. En vroeger waren hier allerlei winkeltjes, zoals een bakker en slager. En dat soort zaken. En hier werden de feesten van het dorp gehouden en de kermis was hier. Dus het centrum van Hees. ...1798-1 stond het water aan deze steen. Dit is nog zo'n bijzondere plek in Hees. Hees ligt in een polder en het gebeurde heel vaak, namelijk bijna één keer per jaar, in het voorjaar dat de dijken van de Waal doorbraken. En dan moet je je voorstellen dat in een paar weken tijd dat hele gebied onderliep met water. Tot aan deze steen heeft het gestaan in 1799. We hebben daar geen foto's van, maar we hebben wel een dagboek gevonden van een pastoor die op de Dennenstraat woonde, dat is vlak hierbij. En die heeft eigenlijk bijgehouden van wat er in die periode gebeurd is. En ik wil het wel even voorlezen. Het is in het Latijn opgeschreven, maar het is gelukkig voor ons vertaald. En hij schrijft dan: dit jaar was er weer zo'n stijging van het water. Op 3 februari, ongeveer 12 uur in de nacht, brak de dijk bij Weurt door. 2 uur later zat er geheel in het water. De dijkdoorbraak in Weurt werd nog gevolgd door 3 doorbraken in Hees richting stad. Daardoor werd onze parochie en zoveel andere parochies in de omgeving zodanig overstroomd dat het water in ons huis en in de andere kwam en steeg tot 7 en meer voet. Dat is ongeveer deze hoogte dus. Wij moesten naar onze hoger gelegen kamers vluchten en daar 4 weken blijven. Niet zonder levensgevaar. In onze parochie werden verscheiden huizen vernield, veel stuks vee verdronken. Een groot deel van de akkers in de biezen is bedekt met zand tot een hoogte van 2, 3 of meer voet. Tot zeer grote schade van de bewoners. In de parochies in de omgeving echter was er nog meer schade. Er verdronken ook nog veel mensen. God geve dat dit niet weer gebeurt. We staan hier bij het Petruskerkje. Alhoewel het geen dienst meer doet als kerk, is het nog steeds wel een verborgen charme van Hees. Lisette, Evelien, Roderick en Joris geven u daar meer informatie over. Goedemorgen, welkom bij de Peterskerk. Ik ben Piet Koster en ben beheerder van deze kerk. Het middenschip van de kerk is in de oorlog is hier een bom gevallen, hier vlak tegenover. Er zijn doden bijgevallen, hier is al een huis die toch over zijn plat gegaan. Misschien zijn het allemaal niet vrij nieuwe huizen. Ja. Toen is de kerk ook beschadigd en toen het hele middenstuk, we noemen dat het middenstuk, is helemaal weg geweest. Dus de toren en het koor stonden los van elkaar. 1500, 1550, toen was het een katholieke kerk. In 1600 is Nijmegen protestants geworden, toen is deze kerk ook protestants geworden. Verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. De kerk is een rijksmonument, dus het moet heel zorgvuldig onderhouden worden. En ik doe ook de verhuur voor de kerk, voor kleine concerten en dat soort dingen. Is gebouwd in 1500. Het koor van de kerk, dat je links ziet, is gebouwd in 1500. De toren in 1550. Voor die tijd, in 1420, heeft er al een kapel gestaan. Die is kleiner dan op de plek van het koor, maar kleiner. Er zijn fundamenten teruggevonden. Dus. Maar die is weggehaald en later is dat koor gebouwd en nu de toren. Zou u dit verborgen charme van deze kerk willen noemen? Ja, dit is absoluut het charme van Hees. Dit is zoiets unieks en met de sfeer van een oude kerk uit 1500 en de koralen van cantates van Bach, dus uit de 18e eeuw. Dit is fantastisch om het mee te maken. Ja, echt mooi.
denkt dat hier alleen maar bosjes staan, maar dat is niet zo. Hierachter staat een heel mooi en bijzonder huis. Huis de Laarhoek. Veel plezier bij het kijken naar het volgende filmpje. Dit is Huis de Laarhoek, een huis midden in de wijk van Hees. We hopen vandaag meer te weten te komen over dit huis en de bewoners ervan. Hoi. Hallo. Hallo. We zijn hier vandaag bij Huis de Laarhoek. Ik ben nu aan het praten met een van de bewoners. En ik ga haar net afvragen. Mevrouw, wat is eigenlijk een beetje de verborgen charme van dit huis? Nou, ik hou heel erg van dit oude huis, omdat een oud huis echt een ziel heeft. Je voelt echt dat hier al meerdere bewoners in geweest zijn. Als dit huis komt praten, nou dan denk ik dat we aardig wat leuke verhalen te horen zullen krijgen. En dat is eigenlijk waar ik toch heel erg voor val. Zo'n oud huis wat al een hele historie mee gemaakt heeft. Wat heeft dit huis eigenlijk te betekenen voor de wijk Hees? Ja, voor het wijk Hees. Kijk, je ziet er daaraan dat in die tijd, of dat Hees al een heel oud dorp was. En dat dit huis al dus een heel lang staat. Het is uit ongeveer 1860. En in die tijd werden er dus hier veel grote huizen gebouwd tussen de boerderijen die er overal stonden. Nee, ik kom door bij veel. Ja. Kunt u ons ook iets vertellen over waar Charles Harmes hier in dit huis heeft gewerkt? Ja, dat kan ik wel. Als je dus daarachter kijkt, dat is zijn atelier. En daar heeft zowel de vader, Christian Harmes, als Charles gewerkt. Charles die had de buitenplek die ervoor is, die gebruikte hij ook als hij aan het hakken was, hè, want hij was een soort beeldhouwer. En binnen maakte hij de kleinere werken. En hij vond dit met name zo'n prettige plek, omdat dit atelier, die werkplek, die ligt op het noorden. En het noordenlicht, dat is het mooiste licht, zowel om te schilderen als om te werken. Bijna alle kunstschilders geven daar de voorkeur aan, omdat het zonlicht veel te fel is en het noorderlicht eigenlijk veel prachtig licht is. Dus vandaar dat hier het atelier was. En kunt u ook nog iets vertellen over wat familie Harmes eigenlijk heeft nagelaten aan de wijk? Ja, nou, behalve dan dat zij dit huis mooi opgeknapt hebben. Vroeger, toen het, ja, als je de oude foto's erbij zou nemen, dan kun je zien dat het huis gebouwd is als een soort boerderij, omdat het ook hier stond in een omgeving van boerderijen. En zij hebben het later, hebben zij dus de voorkant erop gebouwd, waardoor het een wat groter huis werd. Maar behalve dat ze dus dit huis achter of nagelaten hebben, hebben zij ook veel werken van Christian en van Charles. Charles heeft in de stad veel opdrachten gekregen en die hangen dus op verschillende plekken. Bij het station hangt er een, bij verschillende banken hangen er reliefs tegen de muur. En Charles, dat is dan allemaal van Charles. En zijn vader, Christian, die heeft eigenlijk veel geschilderd. En toen Charles overleed, heeft hij de nalatenschappen van zijn vader en van hemzelf allemaal aan de toenmalige commanderie gegeven. Dus daar zit nu eigenlijk een hele grote voorraad van hun kunstwerken. Zou het misschien kunnen dat Charles Harmes en de familie van hem dit huis eigenlijk hebben uitgekozen, omdat het ook zo'n aparte bankstel heeft? Ja, misschien wel, maar ik denk eerder dat ze hem nog gekozen hebben voor de rust. Dit was toch een klein dorpje. En nu ligt ondertussen een grote weg achter en een hele hoop industrie, maar in die tijd was het een ontzettende rustige, rustieke omgeving. En dat is waar zij wel heel erg van hielden. Ze waren erg op hun rust gesteld. Ja, ik kan me dat een stukje van laten zien, maar het is natuurlijk niet meer de tuin zoals hier uitzag toen hier woonde. Charles die had daar een heel grote waterpartij. Daar is nou eigenlijk niets meer van over. Hier achter deze struik zit ook nog een vijvertje. Die hebben we nog wel in stand. En aan de voorkant van het huis zit ook nog een vijvertje, maar dat kun je nu niet zien. Toen hij hier woonde, was het dus veel meer begroeid, behalve dit stuk. Hè. Dit was geplaveid op deze manier, zodat hij ook een harde ondergrond had waar hij zijn beeldhouwwerken op kon maken.
Maar daar rondomheen had hij heel veel struikgewas om het toch maar zo rustig mogelijk. En eigenlijk alleen maar had hij de vogels die in de heggen groeiden, had hij als gezelschap als hij aan het werk was. Ik zal jullie nu aan deze kant zal ik jullie laten lopen waar Charles de laatste jaren gewoond heeft. Hè? Dit was dus de omgeving waar Charles heel veel zat. Dit is zijn keuken, daar is de rest van zijn ruimtes. Maar deze zijkant, dat vond hij heel erg prettig. Je ziet wel hoe besloten het is. Hier hebben we ook bijna niets aan veranderd, omdat de structuur hier zo ontzettend mooi is, dat we die eigenlijk zo gelaten hebben. Alleen dus zijn beelden die hier allemaal stonden, die zijn dus verdwenen. Ook het oude schuurtje staat er nog steeds. Ook met de bewoner van. Ik hoop dat jullie van hem genoten. Kijk, dit is nou de ingang van het, wat ze hier noemen het Genkske. Het is een heel oud pad van het dorp wat hier al 400-500 jaar ligt. Op hele oude kaarten zie je het gewoon liggen. Het is een publiek pad waar iedereen overheen gaat en wat eigenlijk is blijven liggen al die eeuwen, zeg maar. En want er zijn allerlei verhalen over van kinderen die dan in de boomgaarden appels jatten en dan hier door het gangetje vluchten. Verliefde stelletjes die elkaar daar ontmoeten. Maar het is wel bijzonder dat zo'n oud pad hier nog steeds ligt en gebruikt wordt. En als je aan het eind komt, dan zie je als het ware de landelijke omgeving voor je opdoemen. We zitten hier op de stenen bank. Dat was vroeger een halte van de tram die hier door de Kerkstraat reed. Van de tramrail is een reportage gemaakt. Kijk maar. We zijn hier op landgoed de Witte Poort. En ons wordt zo dadelijk iets verteld door meneer Theo ter Wind. En daar komt hij aanlopen. Theo ter Wind, wat heeft u te vertellen over de historische waarde van de wijk Hees en de locatie waar we nu staan? Nou, de locatie waar we nu staan is vroeger het eindpunt geweest van de elektrische tram. Vroeger de stoomtram liep door. Dit is het, vroeger het oude Witte Poort. En de Witte Poort heette vroeger het Hoek. En het Hoek kwam uit 1754 voor. Later is het de Witte Poort overgenomen door het landgoed de Witte Poort. Die lag hierachter, was van Baron van Rijk, voorzel van Kessel. En die heeft het geschonken aan de Dominicanen. En de Dominicanen die hebben daar toen de tijd een klooster gemaakt. Nu is het helaas afgebroken aan een nieuwe woonwijk. En nu heeft de Witte Poort in rond 1927 de naam Witte Poort overgenomen. De toenmalige brouwerij en eigenaren. En nu is het dan verbouwd. En dat was ook tevens het eindpunt van de elektrische tram. Hij kwam vandaar uit de Kerkstraat van het centrum van de stad. Hij draaide hier en dan had hij hier de serre, wat op oude foto's te zien is. En die serre was tevens het wachthuisje van de mensen die met de tram meegingen. Zo, je kunt nu zien, dit is vroeger het oude landgoed de Witte Poort geweest. En de Aschak heeft eigenlijk een poort gecreëerd naar het nieuwe woonwijkje toe, wat ontstaan is door het wegslopen van de oude klooster gebeuren. En dit is eigenlijk de nieuwe toegang naar de nieuwe wijk. Nou, hier ziet u dan vanuit het binnenparkje de nieuwe wijk. Dus je ziet nog de oude kerk en dan. En door die Witte Poort heen, of richting de Witte Poort, wat de architect heeft bedoeld met de Witte Poort, zie je de oude Heese Kerkstraat. We zijn hier nu bij meneer Theo ter Wind en meneer Theo Tonen, die ons wat gaan vertellen over de stenen bank. Ja, dat klopt. Die stenen bank die is opgericht in 1922. Heeft de nagedachtenis van de elektrische tram die hier toen de tijd aangelegd is en is geschonken aan het dorpsbelang Hees. Die hadden een eigen bestuur eigenlijk ook in de dorpsbelang Hees en ja, daardoor is eigenlijk een monumentale waarde heeft deze bank. Het is ook een bank die alle dagen gebruikt wordt, ook alle dagen. Wat vindt u de verborgen charme van Hees en de stenen bank en de Witte Poort? Nou, dat het een leuke gemeenschap is. Het is een hele leuke hoek, ik woon hier dan tegenover. Het is een hele leuke hoek dus om te wonen. En ja, het is een leuke gemeenschap. Het zijn mensen van diverse kalibers die hier wonen. Maar dat gaat allemaal bijzonder goed onder elkaar. En gezellig en leuk onder elkaar.
En het is nog een leuk groen stukje, want kijk dan maar die kant op. Of op. We staan hier bij zo'n oud hek. Dat is nou typisch iets van bedrijvigheid in deze wijk. Als je goed rondkijkt, zijn er nog een aantal van die oude hekken hier in Hees te zien, achter oudere huizen. En die zijn in feite allemaal gemaakt door de dorpssmid, die een stukje verderop in deze straat zijn bedrijf had. Kijk, we staan hier bij de smederij van de oude dorpssmid. Je moet je voorstellen dat in het dorp vroeger allerlei kleine winkels en bedrijven waren. Hè? De bakker, de slager, de sigarenboer en de smid. En de smid heeft hier in deze buurt heel veel hekken gemaakt die nog bij oude huizen te zien zijn. Je vindt in het archief tekeningen met de gaatjes van de punaises er nog in waarmee hij ze boven zijn werkbank heeft opgeprikt. Voor al die hekken die hier zijn gemaakt. Je kunt je voorstellen dat deze bedrijven, de bakkers en de slagers, uiteindelijk verdwijnen. De supermarkt die gaat een grote rol spelen. En een aantal bedrijven die bestaan nog steeds, maar die zitten niet meer in deze wijk. Zoals Tonen of Lamers, dat zijn grote installatiebedrijven. Toen die te groot werden voor het dorp, zijn ze eigenlijk gewoon een stukje verplaatst naar het industrieterrein. We staan hier voor het Sint-Josef-klooster. Vroeger leefden hier de paters van het potlood. Maar nu is het een verzorgingstehuis. Kijk maar. Het is kort het verzorgingshuis voor ongeveer 60 bejaarden. We gaan hier Pater Borst interviewen en hij kan ons meer vertellen over het klooster. Kom maar mee! Ja, mijn naam is Pater Borst. Het is het Sint-Josef-klooster. Het is in 1930 gebouwd als studiehuis voor jonge mensen die priester wilde worden en als priester in Nederland en in de hele wereld gingen werken. Intussen zijn de tijden veranderd. Er kwamen geen jonge mensen meer. En wat er overbleef waren de oudere mensen, zodat we hier te maken hebben met een kloosterverzorgingshuis. Maar niet alleen voor oude paters en broeders, maar tegenwoordig ook mensen van Hees kunnen hier komen en verzorgd worden. Dit is dus het koetshuis, maar waar verdiende het? Het koetshuis, de naam zegt het al, dit was dus het huis voor de koetsen en de paarden van de familie van Rijkenvorsel die hier woonde. De grote villa is in de oorlog afgebrand, maar het koetshuis is gebleven. Het dient nu als kinderdagverblijf en naschoolse opvang, de vlindertuin. Maar echt de oude stijl van 1889 is het gebouwd. Daar ziet u nog, dus een van de oudste gebouwtjes van Hees, denk ik. Laten we nu onze tekorten beleiden. Wie mag de berg van de Heer bestijgen en staan op zijn heilige plaats? Heer, ontferm je over ons. Heer, ontferm je. Ja, we zijn hier door de hele invloed van de boekjes. Ja, we kijken eens op de. We hebben aan Pater Borst gevraagd wat hij denkt dat de verborgen charme is van het klooster. Hij denkt dat het komt door alle mensen die nu in het klooster samen zijn. Vroeger was dit een leerhuis voor jonge mensen. Al die mensen zijn uit elkaar gegaan en leden hun eigen leven. Pater Borst is bijvoorbeeld Finn, maar er zitten ook mensen uit Canada, Chili en Indonesië. Al die mensen zijn oud geworden en samengekomen in een klooster. Ze hebben allemaal een eigen levensverhaal gekregen. Je bent dus verbonden met het heden en het verleden. En dat is ook de verborgen charme. Een box. Ik ga even stiller weer aan Matties, hè? Jij niet? Oké. Later. Brouwer, hoe lang woont u eigenlijk al in Hees? Ik woon hier 30 jaar, zo'n beetje. En welke interesses heeft u in Hees?
Nou, ik ben zelf historicus en ik hou heel veel, ben heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van waar ik woon. Maar ook in de verhalen die hier in de wijk leven, de mensen. En wat mij erg bevalt is dat het gewoon een heel kleine dorpsgemeenschap lijkt die ja, op armlengte afstand van de stad ligt. Vroeger lagen hier akkers, maar nu staat hier een zwembad. Was het een grote verandering in die tijd? Ja, dat kan je wel zeggen. Je kan wel zeggen dat dus rond 1950 heel veel landbouwbedrijven ophielden. Die konden het eigenlijk niet meer bolwerken. Heel veel grond kwam beschikbaar. En de gemeente heeft eigenlijk planmatig hier woonwijken, maar ook zo'n voorziening als een zwembad naartoe gebracht. En daar wordt vanuit de hele stad gebruik van gemaakt. Je moet dan wel oppassen dat zeg maar, het verkeer wat er allemaal naartoe komt, dat een beetje veilig gebeurt. Hè? Want ja, we proberen in die zin het ook wel een beetje als dorp een beetje rustig te houden. Dat er niet allerlei verkeer door het dorp dendert. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de stadsbrug die eraan komt. Die willen we toch wel echt een beetje buiten de buurt houden. Nieuwsgierig geworden naar het zwembad in Hees? Kijk dan naar het volgende filmpje. Voorstellen. Ik ben Cecile ter Horst en ik werk hier bijna 40 jaar in het zwembad als administratie. Hoe lang staat het zwembad al in Hees? Het zwembad bestaat in Hees vanaf februari 1971. Zijn er ook nog renovaties geweest in die tijd? Ja, heel veel. Afgelopen 10 jaar een hele grote. Toen hebben we de horeca verbouwd en een heel groot recreatiegedeelte is erbij gekomen. Organiseren jullie veel activiteiten in het zwembad? Ja, best wel. Wij gaan met baby- en peuterzwem promoten. We promoten aquarobic, aquajoggen. Dat is zwemmen voor oudere mensen vanaf 55 jaar en ouder. Dus voor alle mensen in de wijk is er gewoon alles te doen. Wat doet u precies in het zwembad? Ik geef baby peuter spartelclub. Twee keer in de week. En dat zijn ouders met babytjes, peuters, kleuters tot 4 jaar. Die komen hier naartoe en die gaan op met zichzelf met de kindjes aan de slag. Tijdens voor de eerste keer, dan geef ik wat tips. Zijn er vragen, komen de mensen ook naar mij toe. Vindt u baby het leuk in het zwembad? Ik geloof het wel. Het is de eerste keer, maar tot nu toe is ze aan het lachen. Zo. Wat doet u met het 50 fit zwemmen? 50 fit, dan doen we oefeningen om dat ze fit blijven, zeg maar. Dat ze gewoon alle dagelijkse dingen kunnen blijven doen en er eigenlijk gewoon goed voelen. En hoeveel mensen komen er gemiddeld hier dan aan meedoen? Nou, de groep is niet zo groot. Ik denk een stuk of 10, 12. En op welke dagen is dat dan? Dat is op dinsdag en donderdag. En wat zijn de verborgen charmes van het zwembad? Dat we heel veel doelgroepen hebben, denk ik. En die vindt allemaal beneden plaats. En sommige mensen die weten helemaal niet dat hier nog twee baden zijn, zeg maar. Wat is het geschiedenis van dit buitenbad? De geschiedenis begint in 1971. Toen hadden we een hele grote accommodatie hier. Toen waren er drie grote baden, een grote kleutervijver, een ondiep bad en een heel diep bad. En na de renovatie hebben we dit bad in drieën gedeeld met een grote glijbaan erbij. En als je, zoals je ziet is daar het hele recreatiegebeuren bijgekomen.
bekendste architecten in Nijmegen woont hierachter. Hij heet Paul van Hontem. Veel plezier bij het kijken naar het filmpje gemaakt door Koen, Kas en Marloes. Goedemorgen, ik ben Paul van Hontem. Ik ben architect en stedenbouwkundige. En ik woon in het, en werk in het pand Kerkstraat 3. Hoe lang woont u al in Hees? Ik woon al 25 jaar in dit pand bijna. Ik denk dat het volgend jaar 25 jaar wordt, of het jaar daarna. Dat zou ik ook na moeten kijken. Maar ik woon hier ook al lang dus. En ik vind het een heel bijzondere buurt om te wonen. Oké. Okay. En hoe lang bestaat het architectenbureau al? Even lang? Of? Het bureau bestaat nog iets langer als die tijd. Volgend jaar of het jaar daarna bestaan wij 30 jaar als kantoor in Nijmegen. Oké, okay, en dan waar heeft u hiervoor dan gezeten met het architectenbureau? Ik heb een tijd in Malden gewoond, in een huurhuis. En daar had ik mijn bureau in, maar dat werd op een gegeven moment te klein. En toen ben ik gaan zoeken naar een nieuwe plek. Ik wilde graag in Nijmegen zitten, op een plek die ook nog een beetje groen was en die toch een hele goede verbinding met de stad had. En ik ben hier toen in dit schoolgebouw terechtgekomen. Okay. Wat heeft u al zowel in Hees gemaakt? Ik heb in Hees in de Kerkstraat 1 woning ontworpen. Voor mensen die daar een stukje grond hadden en die daar graag naartoe wilden. En ik heb aan de Brede Straat het huis gemaakt van de familie Tonen. Daar gaan we dadelijk nog even naar kijken, naar dat pand. En iets verderop heb ik de Witte Villa gerestaureerd in Hees. En 2 nieuwbouwblokken bijgezet van 2 woningen. Okay. We zijn nu op de Schependomlaan in Hees. En we zijn hier bij mijn project. En dat project dat is het restaureren van de oude Witte Villa die hier altijd gestaan heeft. En daarnaast heb ik 2 keer 2 woningen gebouwd. Het zijn blokjes van 2 die eigenlijk aan weerszijden van de villa staan. We lopen nu even het project in. Het was, de villa was eigenlijk een heel oud gebouw wat hier stond. Was heel erg vervallen. Moest nodig opgeknapt worden. Het is een gemeentelijk monument. Dus dan moet je ook eigenlijk proberen om zo'n gebouw weer te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Dat hebben we ook gedaan. We hebben erg veel moeite gedaan om alles weer oorspronkelijk te krijgen aan het gebouw. En toen wij gevraagd werden om daar ook nog wat woonhuizen naast te zetten, hebben we eigenlijk heel bewust gekozen om die woonhuizen heel anders te maken als de villa. Dus dat die eigenlijk geen enkele overeenkomst hadden. Omdat je dan ook af kunt lezen dat de woonhuizen nieuw zijn en de villa een veel oudere geschiedenis kent. Dit was onze reportage over Paul van Hontem, die door middel van restauratie en renovatie Hees mooier wil maken. Dit is een van de prachtige panden in Hees. Vroeger was dit de school. Veel kijkplezier bij het volgende filmpje. Nou, u bent de eigenaar van Huis Marienhof. En hoe is het eigenlijk om hier te wonen? Nou, het is een heel lekker huis om in te wonen. Het is een ruim huis. Klassieke stijl, wat we ook heel leuk vinden. Dus het heeft sfeer, het heeft enorme historie natuurlijk. Dus het heeft tal van leuke kanten om in te wonen. En je kunt ook zo'n huis aanpassen aan je wensen. Je kunt er iets moois van maken. En we timmeren zo hier en daar wat om het net naar onze zin te maken. En het pand heeft een enorme historie. Het is gebouwd in 1852 door Jonkheer van Aalst. Die kwam uit Indië terug. En een hoop van die mensen die uit Indië terugkwamen bouwden dit soort huizen in deze omgeving. En daarna hebben een heleboel gezinnen hier gewoond. Tot in de jaren 30 de familie van de Velde het huis overnam. En die hebben hier gewoond tot de jaren 70. En die familie van de Velde, meneer van de Velde was de schoolmeester van Hees. En die was een soort van dorpsgod eigenlijk. En zijn zoon die woont hier nog in de omgeving. Die moet je misschien ook wat vragen stellen over het huis. In de jaren 80 is het een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen geweest. En daarna hebben wij het gekocht en wonen hier nu al meer dan 25 jaar. Thank you.
zitten hier tussen de gewassen van het volkstuintje. Dit is een mooi groen voorbeeld van hees. Hallo, ik ben Ex-Vies van het Dominicus College en we staan hier vandaag bij Volkstuinencomplex Het Achterveld. Naast mij staat Jimmy Geurts. Hoi, hoe gaat het? Prima, zeg, blij dat jullie hier aanwezig zijn. We staan hier inderdaad bij het Volkstuinencomplex Het Achterveld. Ik ben zelf voorzitter van deze club en het Volkstuinencomplex is opgericht in 2004-2005. En het resultaat zie je. Nou, meneer Geurts, zo'n mooi volkstuinencomplex moet wel een rijke geschiedenis hebben. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, ja, wat kan ik u vertellen? Volkstuinencomplex, de oude situatie dus, die was er al denk 30 tot misschien wel 40 jaar geleden. Hier een volkstuinencomplex neergelegd door de gemeente. Zienderogen ging het niveau van die tuin ging achteruit. Het werd een rommeltje. Tuinders mochten zelf beslissen wat ze bouwden, wat ze erop slepen. Het was werkelijk geen gezicht, ook niet voor de buurt. Het was geen open wandelroute, ergo. De mensen durfden niet zo goed op die tuin te komen. Er was één ingang. En als je er eenmaal in was, kon je alleen maar terug via diezelfde ingang. Zoals u ziet is deze situatie nu veranderd. Volkstuinencomplex Het Achterveld is nu een mooie open wandelroute en er hangt een gezellige sfeer. Nu gaan we wat tuiners interviewen om te kijken wat zij hiervan vinden en wat ze zowel verbouwen in hun tuin. Hallo meneer. Dag, jongeman. U heeft hier een leuk bordje hangen. De tuin is mijn hobby. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, mijn tuin is mijn hobby. Wat er staat, dat klopt precies. Hoi meneer, hoe lang bent u al in deze tuin bezig? Nou, een jaar of twee, drie. Bent u hier erg tevreden over de tuin? Ja, ik vind het een fantastische tuin. Ik heb gehoord dat u veel Marokkaanse groenten en kruiden verbouwt. Kunt u daar wat over vertellen? Ja. Van die kruiden, maakt u daar ook thee van? Ja, wij maken iets anders van een soort van thee. Peppermint en nog een soort van thee. Wij hebben veel soorten in Marokko. Oké, dank u wel. Dit project heet de Verborgen Charmes van Hees. Wat vindt u nou de verborgen charme van dit volkstuinencomplex? Nou, wat vind ik de verborgen charmes? Dat is op de eerste plaats dat het een ruimte is die voor iedereen vrij is om in te wandelen. Jong en oud, je ziet, er zijn nog speciale banken voor aan neergezet. Je ziet hele oude mensen zie je hier met een rollator, die gaan er lekker rusten. Lopen langs tuinen, stellen vragen over wat er verbouwd wordt. Stellen ook de vragen van lukt dat hier met zoveel mensen uit verschillende culturen. En ja, dan moet ik deze ruimte stopt iedereen bij een mooie tuin. En erg wanend loopt men dan een metertje die tuin op en gaat dan vragen stellen. Ook aan verschillende mensen uit andere culturen. En dat maakt het juist zo mooi hier. Dan hou je dat in ogen in zeilen en denk je bij jezelf, nou, even contact leggen met die mensen uit die andere cultuur, leg even aan die wandelaar uit wat je verbouwt en waarom je het verbouwt. En dan uiteindelijk zie je ze op je tuin wandelen en dan wordt het allemaal lekker uitgelegd. En dat vind ik uniek. En er nooit geen over het over woord valt hier. We zijn aan het einde gekomen van onze rondleiding. We hebben u een aantal mooie plekjes in Hees laten zien, maar er zijn er nog veel meer. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei! Broadcast your school.